Hey, goeiedag. Welkom bij de Shadow Coaching Masterclass van vandaag. Vandaag gaan we het hebben over angst en hoe angst jouw leven kan belemmeren. Angst is een van de meest belemmerende factoren die voorkomt dat we voluit leven. Nou, waar gaan we het vandaag over hebben? Ik wil je vandaag vertellen welke soorten angsten er allemaal voor kunnen komen, hoe de gradaties daarin zijn, hoe je dat voelt in je lijf en ook wat je kunt doen. Je krijgt een aantal tips van me om angst te lijf te gaan. Want één ding is ontzettend belangrijk. Als je achtervolgd wordt door angst en je gaat het niet aan, je gaat steeds op de vlucht voor je angst of je onderdrukt je angst, dan zal het je blijven achtervolgen totdat je het aangaat, totdat je het heelt en zodat je het los kunt laten. Oké, dus daar gaan we het vandaag over hebben. Ik heb hier achter mijn camera een speakbriefje staan, dus af en toe zal mijn blik even omhoog gaan om de draad van het verhaal vast te houden. Oké, we beginnen met de functie van angst. Angst is bedoeld van oorsprong om het vege lijf te redden. Dat is eigenlijk de enigste belangrijkste functie van angst. Angst maakt je alert, angst maakt je super oplettend en angst geeft je raad. Dus angst waarschuwt je voor komend gevaar, mogelijk komend gevaar. En dit stamt natuurlijk van heel, heel lang geleden. Hè? Toen wij nog in de oertijd leefden, tussen de wilde beesten en dieren leefden, veel meer nog aan de elementen waren blootgesteld dan nu. Nu zitten we allemaal in een veilig huis. En die angst was het signaal van let op, je wordt mogelijk aangevallen door een wild beest of door ander gevaar. Je moet nu alert zijn, je moet nu stoppen met wat je aan het doen bent en je moet het vege lijf zien te redden. Nou, dat is de oorspronkelijke functie van angst. Nou goed, tegenwoordig komt angst heel veel voor. We ontwikkelen angststoornissen zelfs en die angststoornissen die kunnen ons natuurlijk enorm belemmeren. Want door die angst doen we niet meer wat we werkelijk willen doen. Angst houdt ons op de plaats, angst doet ons bevriezen of vluchten. En wat een zonde is dat. Als je iets heel graag wilt doen, maar je laat je leiden door de angst. Door iets wat er mogelijk kan gebeuren, maar waarschijnlijk nooit gaat gebeuren. En de uitspraak die we in ons Nederlands taalgebruik natuurlijk ook gebruiken is: de mens leidt het meest door het lijden dat hij vreest. En dat is waarheid als een koe, want de meeste dingen waar we bang voor zijn, die gebeuren never, nooit. Hè? Maar angst kan je dus een leven lang achtervolgen, een leven lang op je plaats houden, een leven lang belemmeren in wat je eigenlijk wilt doen. Terwijl je angst, tenminste heel veel vormen en verschijningsvormen van angst, in één seconde kunt oplossen. En dat is kiezen voor vertrouwen in plaats van voor angst. Nou, niet alle angsten zijn zo eenvoudig op te lossen. Dat snap je natuurlijk zelf ook. Dat begrijp ik ook. Maar heel veel dagelijkse dingen waar we bang voor zijn, die zijn echt makkelijk op te lossen. Goed, de gradaties van de angst. Er zijn eigenlijk drie belangrijke gradaties waarin angst voorkomt. De eerste gradatie is dat er wel angst is voor iets, maar dat je daar prima mee kunt leven. Ik noem bijvoorbeeld angst voor de tandarts, of angst voor een spin, of angst voor een muis. Dat zijn kleine angsten, maar dat is niet een angst die je binnenhoudt en die je leven helemaal gaat verpesten. Dan gaan we een gradatie erger. En die gradatie van angst die gaat al behoorlijk jouw leven verpesten. Dan gaat het bijvoorbeeld over angst voor wat andere mensen van jou denken. Angst voor kritiek. Angst voor wat zullen de mensen van mij vinden. Hè? Dus jezelf niet goed genoeg vinden. Nou, dat is al een angst die al behoorlijk belemmerend werkt. Nou, dan is er een derde gradatie van angst. En dat noemen we ook wel
zijns, bestaans, angst. Dan kom je in de zijnsvraag terecht. Angst voor bestaan. Angst voor er echt 100% zijn. En vanuit die angst kunnen we echte angststoornissen ontwikkelen, waardoor we niet meer kunnen functioneren. Waardoor je niet meer de deur uitgaat, waardoor je jezelf helemaal terugtrekt, waardoor je geen contacten meer aangaat met andere mensen. Dat heeft invloed op je werk, op je gezin, op je relaties. Dus je sluit je af. En zodra angst de leidende factor wordt in jouw leven, dan ben je niet meer verbonden met jezelf, dan ben je niet meer verbonden met je hart, maar dan ben je verbonden met angst. En dan ben je afgesloten, afgesneden, echt van het leven ook. De tegenhanger van angst in hetzelfde element, ik ga er straks in het kader van de vijf elementen ook nog even iets over zeggen. De tegenhanger van angst is moed, lef, vertrouwen. Die dus het tegenwicht biedt. En je hebt altijd twee keuzes. Geef ik me over aan angst of geef ik me over aan vertrouwen? En in jouw hoofd speelt dat proces zich af. Nou, die angst, als je je daardoor laat belemmeren, dan tast dat de kwaliteit van jouw leven aan. Nou, daar wil ik je graag iets meer over vertellen, hoe je dat te lijf kunt gaan. Het gaat vandaag natuurlijk vooral over die lichtere vormen van angst, waar we ons in ons dagelijks leven heel vaak door laten belemmeren, maar die toch vrij eenvoudig zijn op te lossen. Oké? Nou, ik wil nog even het onderscheid maken in angst, wat reëel is en wat irreëel is. En waar ik net mee begon, dus de angst om het vege lijf te redden, echt gevaar. Dat is natuurlijk een reële angst. Daar moet je in handelen, daar moet je op acteren. Dat signaal komt niet voor niks. Als je huis in de fik staat, dan ga je niet blijven zitten en zeggen van dit is een irreële angst. Nee, dan ren je naar buiten, dan bel je de brandweer. Je redt iedereen waar mogelijk en je redt je huisdieren en alles. En dan red je het vege lijf. Spullen zijn niet belangrijk. Hè? Maar een irreële angst is een angst die zich alleen maar in jouw hoofd afspeelt. Dus een angst die iets wat misschien in het verleden ooit gebeurd is en waarvan je zegt van ja, dat moet ik continu nu uit de weg gaan, want dat gaat morgen weer gebeuren. Nou, dat is een irreële angst en het is belangrijk dat je voor jezelf dat onderscheid ook leert maken van wat is echte angst en wat is irreële, bijna bedachte angst. Oké, nou vandaag ga ik je een aantal tips geven hoe je met je angst kunt omgaan. Ik zal je ook een aantal tips geven hoe ik het zelf doe. Want ik heb net als iedereen ook last van angst. En ik geef je een aantal van mijn tips hoe ik daar zelf in mijn persoonlijke leven mee omga. Nou, het allereerst, de tip 1 is, word je bewust van de angst. Als we aan angst, als we angst voelen, dan is dat vaak het directe gevolg van een gedachte in ons hoofd. Dus wat we dan niet meer doen, is die gedachte onderzoeken. De waarheid ervan. We reageren direct op het gevoel wat er ontstaat. En het gevoel wat er ontstaat, dat is natuurlijk onrust, je gaat zweten, je krijgt gespannen spieren, je voelt je beklemd, je ademhaling gaat omhoog. Je gaat misschien zelfs wel trillen, je krijgt misschien zelfs wel een paniekaanval. Misschien ga je blozen. Allemaal angstsignalen. Nou, daardoor laat je je leiden. Wat je op dat moment kunt doen, is proberen om bewust te worden. Om even tot 10 te tellen als je in die gevoelens ten onder dreigt te gaan. En zegt van oké, even ademhalen. Even stevig mijn voeten op de grond zetten en even vanuit de voelende persoon stappen naar de waarnemende persoon. Dus je stapt als het ware even uit jezelf en je kijkt naar jezelf. Je observeert en waarneemt jezelf. En dan stel je jezelf de vraag, waar gaat dit nu eigenlijk over? Is dit een echte angst? Is dit een reële angst?
Of is dit een totale, irreële en ook dus zinloze angst? En als je dat onderzoekt in je bewustzijn, dan krijg je al vanuit je innerlijk antwoorden aangereikt. En dan komt het vaak in je bewustzijn dat het een angst is die niet reëel is. En door je bewust te worden van die lijfelijke signalen en er afstand van te nemen, word je rustiger, je ademhaling zakt weer en het centrale zenuwstelsel gaat weer ontspannen. Oké. De tweede gedachte die je er nog specifieker op los kunt laten is dit echt waar? Is deze angstgedachte die nu in mijn hoofd zit echt waar? Dus ik noem je een voorbeeld. Stel, je bent ooit gebeten door een hond. Vroeger, misschien als klein kind. Je was misschien ergens aan het spelen of je was ergens aan het fietsen. En je werd opeens door een hond achtervolgd en gebeten. Nou, wat er gebeurt op dat moment is dat je de beet, de angst koppelt met dat moment. En dat er in je hoofd wordt vastgelegd van hond is gevaar, dus ik moet angst ontwikkelen voor deze specifieke situatie. Dus iedere gebeurtenis daarna, iedere situatie daarna waarin er honden zijn, misschien alleen maar in de verte of die je hoort blaffen of die je op een dichterbij afstand ziet, dat zal al genoeg zijn om die angststresssignalen allemaal op te roepen. Je denkt, oh jee, een hond. En in een split second, sneller dan jij je bewust bent, komen al die oude alarmbellen van vroeger. Want die relatie is toen ooit gelegd. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat deze hond waarmee je nu geconfronteerd wordt ook gevaarlijk is. Dat die jou ook gaat bijten. Dus het is belangrijk dat je de emotie laat bij het moment waar het bij hoorde. Dat is heel belangrijk. He, dus je kunt dan zeggen, is dit waar? Nee, deze hond is heel lief, is heel vriendelijk. En ik ga nu proberen om gewoon in contact te komen met deze hond. Ik ga een stapje dichterbij komen. Ik ga voelen hoe ik rustiger kan worden door mijn ademhaling heel bewust te sturen. En door tegen mezelf te zeggen in mijn hoofd, deze hond die ga ik tegemoet treden in vertrouwen. Ik ga hem misschien zelfs wel een eye over zijn bol geven. En door die handeling krijg je een nieuwe ervaring, wordt er iets nieuws in je brein vastgelegd. En als je dat iedere keer doet, bij welke angst dan ook, dan kun je stapje voor stapje je angst overwinnen. Oké, een derde tip is om, als het over angst gaat en je merkt dat de angst jou ontzettend belemmert, dus op de plaats doet houden, kom dan in beweging. He, want we hebben de drie instinctieve handelingen om angst te lijf te gaan. En dat is vluchten, heel hard weglopen, rennen voor je leven. Of je bevriest, je blijft op de plaats waar je bent. Of je gaat vechten. He, dus stel, je wordt aangevallen door iets en er is geen ruimte om te vluchten. Er is geen uitweg meer. Dan ga je vechten voor je leven. Oké? En dan is het recht van de zwaarste of de sterkste gaat dan winnen. Zo was het in de oertijd. Nou, in beweging komen wanneer je iets niet durft, is iets overwinnen tegelijkertijd. Dus stel je wilt iets doen wat je ontzettend leuk vindt, maar waar je bang voor bent. Waar je angst voor hebt. Nou, dan kun je blijven zitten waar je zit en dan laat je je leiden door de angst. De andere optie is kiezen voor de beweging. Vertrouwen op het leven dat het jou gaat dragen en dat je het kunt voleinden en dat je er niet dood van gaat. Ik geef je een voorbeeld van mijn eigen leven. Ik was de afgelopen weken op vakantie in Spanje en ik ben een waterrat. Ik heb vroeger ontzettend veel gezwommen. Ik heb ook ooit op de basisschool en in de eerste jaren van de middelbare school al mijn zwemdiploma's gehaald. Tot en met reddingszwemmen aan toe. Ik ben een vis als sterrenbeeld, dus ik voel me als een vis in het water. Echt in mijn element als ik in, op, bij het water ben. Water kalmeert, water geeft ontspanning, water weerspiegelt, water reflecteert en water brengt je tot rust.
Maar water kan natuurlijk ook een bron van angst vormen. Nou, zo was ik in de vakantie met mijn gezin in Spanje en we trokken de bergen in en we gingen voor het eerst met een groep mee om een canyoning ervaring op te doen. Nou, je kent het misschien wel, heb je het zelf ook wel eens gedaan. Je gaat de bergen in en je gaat vanaf hoge rotsblokken in de kloven springen in diep koud water. En ondertussen om je heen is de natuur overweldigend mooi. Nou, wat je moet doen is natuurlijk op zo'n berg klauteren, klimmen. Wat op zich al niet geheel ongevaarlijk is. Daar moet je goed je hoofd bij houden. En dan sta je boven op die rots. En dan zegt El Monitor, die zegt jump. Nou, hij gaat je natuurlijk niet duwen. Want als je geduwd wordt, dan overwin je niet zelf je angst. Dit was overigens niet een training om je angst te overwinnen. Hè? Helemaal niet. Dit was gewoon puur voor de beleving. Maar ieder mens heeft daar denk ik wel even zo kleine angstmomentjes of grotere angstgevoelens moeten overwinnen. Nou, het springen van de rotsen vond ik geen enkel probleem. Dat is niet om daarover op te scheppen of zo, maar dat vind ik niet zo'n punt. Een van de andere dingen die er ook in voorkwam was zwemmen onder een rotsgedeelte door, onder water. Waarbij je niet kon zien waar de uitkomst was. En waarbij het ook nog eens moeilijk was om onder water te komen. Want je hebt zo'n wetsuit aan. En dat drijft je eerder omhoog dan dat het je naar beneden krijgt. Dus de gids die stond naast mij, die lag in het water. En ik lag ook in het water. En een hele grote rotsblok voor me. En dan moest je een diepe hap lucht nemen. En dan jezelf naar beneden brengen en dan kreeg je een extra duw van de gids om je echt onder de rots te duwen. En dan onder die rots moest je het zelf maar uitzoeken. Hè? Dus zwemmen naar het licht toe. Want dat is wat je onder water doet. Dus, nou. En toen ik daar lag, toen had ik echt even een moment van dit ga ik niet doen. Dus de angst die kwam echt even om de hoek kijken. Ik dacht van poeh, ik weet niet hoe ver het is. Ik kan helemaal niet zien wat daar is onder water. Ga ik mijn hoofd stoten? Ga ik mijn voeten openhalen? Hoe ver is het? Dus al die elementen die onherroepelijk met angst verbonden zijn van het niet weten, het niet kennen, de uitkomst nog niet weten. Maar goed, toen dacht ik ook, de El Monitor die keek naar mij, een vriendelijke Spanjaard, en die zei, not difficult. Hij sprak niet zoveel Engels, maar hij zei, not difficult. En toen dacht ik, oké, Jits, we gaan het gewoon doen. Ik neem een diepe hap lucht, ik kan heel goed zwemmen, het is niet ver. Ik krijg een extra duwtje. Ik neem in eerste instantie zelf het besluit om het te doen. Ik duik onder water. En ik krijg dat extra duwtje om er echt goed onder te kunnen komen. En dan ga ik gewoon zwemmen. En dat is wat ik gedaan heb. Dus ik neem die hap lucht. Ik krijg die extra duw van de gids. En ik zwem onder de rots door. Ik doe mijn ogen open. En het was maar een paar slagen. En toen was ik alweer boven. En dan neem ik die hap lucht weer. En dan dat gevoel van, ik heb het gewoon gedaan. En dat is de kick van een angst overwinnen. En dit is maar één voorbeeld, maar dat kun je natuurlijk met alles doen in je leven. Hè? Dus stel je bent in een nieuwe situatie, je gaat naar een feestje en je ontmoet daar heel veel mensen die je nog niet kent. Misschien heel herkenbaar voor heel veel mensen. En je komt in die ruimte en je denkt, oeh, ik ken helemaal niemand. En die zou er zijn, maar die is er nog niet. En daar sta ik dan. En iedereen die staat al met elkaar in gesprek en jij komt binnen en je hebt nog geen aansluiting. Nou, dat is het moment om te besluiten, om te zeggen van, ik sluit gewoon ergens aan bij een groepje en ik open het gesprek. En door dat te doen, kom je in contact met nieuwe mensen en krijg je de ervaring dat je een weerwoord krijgt, dat de mensen het gesprek met jou aangaan en dat je het overleeft. Dat je echt niet doodgaat van zoiets. Nou, dat zijn maar een paar voorbeelden waarop je simpelweg
angsten die je normaal op de plaats doen houden, kunt overwinnen. Oké, nou, de vierde tip is om, als je angst voelt, dat je het niet uit de weg gaat. En dus ga niet vluchten voor je angst. Want als je op de vlucht gaat, dan blijft het je achtervolgen net zo lang totdat jij het aangaat. En vertrouw erop dat jij van het leven zelf de tools hebt gekregen om je angsten te bevechten. Het is aan jou om het te besluiten. Het is aan jou om te zeggen van, nu ga ik het doen. Oké, dus ga niet op de vlucht. Want hoe harder jij vlucht, hoe harder het jou inhaalt. Oké, dan hebben we nog een andere tip. Dat is de vijfde tip. Onderzoek eens heel bewust al je excuses die je hebt. We hebben namelijk heel veel excuses om iets niet te doen. Dat kan zijn, ik kan het niet. Ik weet niet hoe het moet. Ik heb de kennis niet. Ik ben te oud. Ik ben te jong. Ik ben te stram. Ik heb het geld niet. Nou, noem maar op. Je kunt allerlei excuses bedenken voor jezelf waarom je iets niet zou doen. Nou, zoek eens uit wat de functie daarvan is. Wat levert dat nou eigenlijk op? Zo'n excuus. En kijk dan eens van, wat zou het me opleveren als ik die excuses achterwege zou laten? Als je zegt van, ik ben helemaal niet te oud of ik ben helemaal niet te jong en ik heb het geld best wel. Maar als ik het geld erin stop, dan moet ik er dus iets voor doen. Nou, dat is het. Vertrouw op jezelf. Vertrouw erop dat je iets wel kunt. En je gaat iets wel kunnen door het te doen. Door de ervaring die je opdoet. Oké, nou dan is er nog een andere. En de laatste tip waar ik mee wil eindigen vandaag. Dat is dat als je in die hele lijfelijke gewaarwording van de angst komt. Dan gebeurt het vaak dat dat jou helemaal overneemt. He, dus zeker als je in een paniek aanval komt, dan heb je geen controle meer over je lijfelijke sensaties. Dan heeft het jou helemaal in de greep. En er is een manier om daaruit te komen. He, dus ik geef je een oefening vandaag. Die zal ik ook nog even uitschrijven en op de Facebookpagina zetten. Er is een oefening die je kunt toepassen op het moment dat je in een stress, paniek, angst gebeuren komt. En die is vrij eenvoudig. Angst zorgt ervoor dat je niet meer echt verbonden bent met je lijf en met de aarde. Met de geruststellende factor van de aarde-energie. Dus wat kun je doen op het moment dat je in angst vervalt? Trek je schoenen even uit. Ga naar buiten. Ga met je voeten in het blote gras staan. Of lekker in de aarde. Of met je voeten ergens in een beekje. Waar je ook maar bent op dat moment. Lekker in het stromende water. Maar ergens waar je het contact met de aarde zelf voelt. Dan ga je daar lekker staan. En dan ga je je aandacht richten op de ademhaling. En het helpt om je handen op je buik te leggen. Om daar de adem naartoe te brengen. Dan ga je proberen om de grip weer terug te krijgen op de ademhaling en op je gedachten. Want je gedachten gaan finaal met jou aan de haal. Dus je wilt het proces omkeren. Dus je sluit even je ogen, legt je handen op je buik en je zegt, en nu ga ik ademhalen. Ik adem in en ik adem weer uit. En dat doe je 10, 15 keer, een aantal minuten, net zo lang totdat je voelt dat je ademhaling rustiger wordt, dat die zakt naar je buik en dat je heel, heel lijfelijk voelt dat je voeten op de grond staan. En dat je niet omvalt en dat je niet doodgaat op dat moment en dat er niks ernstigs met jou gebeurt. Oké, dus laat die aarde-energie helemaal door je heen stromen. Net zo lang totdat je je weer stevig voelt en het gevoel weer hebt omgedraaid dat jij weer in controle bent in plaats van dat de angst jou controleert. Oké, die oefening kun je altijd overal toepassen. Er is een heel belangrijk punt in de shiatsu-therapie, in de traditionele geneeskunde, wat we gebruiken
het kiepunt net onder de navel, 2 duimbreedtes onder de navel. Dat is het krachtenergiepunt. En als je daar je handen oplegt en je ademt daar, dan kom je snel weer terug bij je eigen kracht, bij je eigen bronnen, terug bij je eigen vertrouwen. Oké. Nou, hier wil ik het bij laten. Je hebt altijd de keuze. Je kunt kiezen voor angst. Je kunt ook kiezen voor vertrouwen. Wil je het aangaan of blijf je lopen voor de angst? Dan kies je in het ene geval voor een nieuw, mooier leven, een nieuwe toekomst als je je angst te lijf gaat. In het tweede geval, als je op de loop blijft gaan, zal het je altijd blijven belemmeren. De klachten zullen steeds erger worden. En het meest vervelende ervan is dat je nooit echt jezelf kunt zijn. Dat je nooit gaat doen wat je echt wilt. En dat is vooral eeuwig zonde. Dus kies voor vertrouwen, bevecht je angst en geloof erin dat ook jij het vertrouwen heel diep in je hebt en dat je het alleen maar hoeft op te zoeken. Oké? Vragen, reacties zie ik graag hier onder de mail. Wil je er even over doorpraten met mij, dan kan dat altijd. Stuur me een e-mailtje, een app of een reactie hieronder nogmaals. En ik wil je hartelijk bedanken voor het kijken. Gebruik de tips en ik wens je een hele fijne dag met wat je ook aan het doen bent. Oké, tot de volgende keer. Dag!